De Carrière Award voor Jan de Kleir gaat gepaard met een minutenlang applaus en een staande ovatie. De onderscheiding doet hem deugd. Ik was er eigenlijk heel blij mee. Vooral omdat ik het ervaar als zijn er een onderscheiding die me wordt geschonken vanuit de podiumkunstenaars. En ja, wat moet ik daarvan zeggen? Ik was daar zeer, zeer, zeer blij mee. Ik vind het tegelijkertijd ook een groet naar... Naar mijn vrienden en medespelers, acteurs. Volgens zijn entourage is Jan de Kleir rustiger geworden de voorbije jaren. Ik moet een soort van woesteling geweest zijn vroeger en dan nu... En dan nu een soort, ja, weet ik veel, bijna een asceet. Geen van beide is waar eigenlijk, denk ik. Of ik herken me daar niet meteen in. Maar hoe graag ik het ook zou willen met de drift en de testosteron van de 18-jarige loop ik helaas niet meer rond. Nee. En toch, er zijn nog veel plannen. Onder meer met Mike van Diem, de regisseur van Karakter, en met Stijn Konings. Wel, de tijd, ik heb daar geen vat op, helaas. Maar dus die lengte, daar heb ik geen idee van. Maar ik zou, voorlopig wil ik doorgaan en niet mijn tijd in ledigheid slijten. Hoewel ik daar ook zeer goed in ben, in het niets doen.